Wat mag dit gebeuren? Dit wordt een gamehall. En dan gaan we bijvoorbeeld inrichten. Daar kun je dus gamen, meisjesdingen doen, chillen, je huiswerk maken en leuke spelletjes doen. Jullie beiden, dus deze kleur wordt deze twee kleuren. Ja, ik ben eigenlijk de ontwerper die ondersteunt. Dus ben allerlei ideeën van de band. En die hebben we al verzameld en van het geheel hebben we nu iets moois proberen te maken. Dus ik help hen erbij. Maar de band ben degene die het echte ontwerp leveren hebben. Er zijn zes soort verschillende ideeën van band. We hebben maken met zijn Jochen band per vrede midden. En dan in een liedje tiert ze tot het uiterste in hun creativiteit proberen te krijgen. En al die verschillende ideeën, dat werd tot één lokaal te maken. Dat is wel een grote uitdaging. Bijvoorbeeld dit. Ja. Ik heb met een klasgenootje wat gemaakt wat er in een game al belangrijk is. Bijvoorbeeld een PlayStation, spelletjes, een televisie, een lamp, stoelen. En dan hebben we ook bij de andere delen gedaan, bijvoorbeeld het chillhoek. Daar is lekker om een zitzak te doen, een tafeltje. Het is gewoon heel leuk om te klussen. Het is gewoon even gezellig, want je bent er ook met andere kinderen die je goed kent. Voor wie is het? Oh, dit zijn voor de kinderen in de wijk. Die bijvoorbeeld niet zoveel geld hebben en ook geen computers kunnen kopen. En dan kunnen ze hier komen en dan kunnen ze spelen, gamen, van alles. Op de plattegrond hebben we misschien wel zien, er winnen heel veel kosten in tekenen. Er moesten kosten voor de PlayStation, voor de televisie, voor de spultjes, voor de make-upjes, voor de boeken, voor de laptops of wat dan ook. En ik dacht, wellicht we die allege. En toen is het idee van zo'n hele kosten murren ontstingen. Dus dat is echt zo'n idee eruit kwam. De band tekenen heel veel prullenbakken in. Ik denk, wat moeten we nou met al die prullenbakken? Maar in dit lokaal mist fouten mooie maatje. Dus dat hebben we gebruikt. De Wien Band die tekenen prachtige prinsjes. En dat hebben we nu om te zetten in een behang. Kijk, zij kon een litte zien. Is het geworden zoals je wou? Ja. Oh, het is super leuk geworden. Ik begreep nog hartstikke briefskreun al in. Om waar en waarom? Nou, aan de koning. Omdat we heel graag wouden dat hij het ook zou openen. Want dat is wel echt dat zou wel echt een groot spektakel zijn natuurlijk. Het zou ook heel leuk zijn voor de andere kinderen om de koning echt te ontmoeten. Misschien kon de koning dan ook nog wat over zichzelf vertellen. En hartstikke al antwoord kregen op die brief? Ja. Hij kan jammer genoeg niet. Dat is jammer. Ja, hij heeft het te druk. Eigenlijk begrijp ik het wel.